Hartelijk welkom, dames en heren, op een gloednieuwe video van de heer Kasper Pszczebielski. Kasper is jong, dynamisch, knap en daarnaast zeer slim. Hij is een echte workaholic die elke opdracht die hij maar krijgt op een zeer correcte wijze uitvoert. Hij moet dus niet klagen over zijn welvaart. Maar hij is wel dakloos en heeft geen middelbaar diploma. Hey, we hadden afgesproken dat dat niet gezegd ging worden, oké? Kasper is echt een man van het volk. Hij is eerlijk, betrouwbaar en is een echte genie. En daarom zou hij graag iets willen teruggeven aan zijn kijkers. Je moet natuurlijk wel beginnen met de video te liken, anders werkt deze shit niet. Ja, godverdomme, eindelijk. Dat duurde lang, man. Hou je bek toch eens allemaal. Jesus fucking Christ, joh. Dat maakt me fucking zenuwachtig. In ieder geval, dames en heren, welkom bij dit nieuwe programma. Ik ben Kasper Pszczebielski en u kijkt naar Jij Bent Gewonnen. Zo gaat dat niet werken, hè, man. Hou je bek toch eens, niet? Je moet niet klappen en roepen bij elk ding wat ik zeg, jong. In ieder geval, jullie weten allemaal wel dat ik een zeer goede persoon ben. Ik ben een mens die teruggeeft aan het volk. Ik ben zo'n beetje de Poolse Sinterklaas. Hier en daar zie je wel eens een video verschijnen waar ik gewoon dingen weggeef. Ik heb al headsets weggegeven. Ik heb al cinematickets weggegeven. Ik heb al weet ik veel wat weggegeven. Ik doe alles voor jullie, dat weten jullie. Ik voel me als een vaderfiguur voor de mensen die naar mij kijken. Nee, daar hoort niet voor je fucking klap te worden, oké? Dat is de laatste waarschuwing of ik stop met deze shit, oké? Ik moet dit niet doen, ik wil jullie gewoon blij maken. Ik moet dit fucking niet doen. Ik wil het voor jullie doen, oké? Waar zat ik nu weer? Ah ja, de Poolse Sinterklaas. Dus ik ben zo'n beetje de Poolse Sinterklaas. Hier en daar geef ik dus iets weg en dat ga ik vandaag ook doen. Ja, nu mag je klappen, ja. Doe maar. Kijk, het ding is gewoon, de Poolse Sinterklaas heeft deze keer zijn budget gewoon heel hard verhoogd. Waar we het vandaag over gaan hebben, dat is niet zomaar een cinematicketje. Dat is niet zomaar een koptelefoontje. Dat is niet zomaar een weet ik veel watje. Het is iets unieks, het is iets speciaals. Het is iets wat je dagelijks nodig hebt. Het is iets wat heel veel geld kost. Dames en heren, ik heb het namelijk over een apparaatje dat je dagelijks bij je moet hebben. En dat is natuurlijk je mobiel of gsm. En dit is mijn oude mobiel, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ik ga namelijk een veel betere gsm voorstellen aan jullie. Ik heb het namelijk over de gloednieuwe Honor 9. De Honor 9 is een ontzettend geil toestel. Het heeft een 5,15 inch scherm, 6 GB RAM en een dual camera van achter van 20 megapixel. Deze twee camera's vormen samen twee mooie, ronde, zo beeldschone, geil. Ah, zo geweldig mooi, gewoon... Sorry, doe ik het weer? We gaan gewoon verder. Nu, ik denk wel dat je snapt waarom ik zoveel zever over deze gsm. Ik ga er namelijk eentje weggeven aan jullie. Deze gsm is gewoon man te freaking 430 euro waard en ik ga het gewoon zomaar weggeven aan jullie. Ja, en dank u zou inderdaad op zijn plaats zijn, ja. Nu in ieder geval, ik ga eens kijken wat voor features er in deze gsm zitten, want ik ben namelijk heel professioneel op vlak van het reviewen van nieuwste gsm's, dus ik ga er eens een kijkje in nemen. Nee, alright. Als we naar links swipen, dan zitten we gewoon links. En als we naar rechts swipen, ja, dan zitten we gewoon fucking rechts. Ik bedoel, deze gsm heeft touchscreen. Dat is echt revolutionair gewoon. I like it very much. Eens eventjes kijken in de instellingen. Jawel, wifi en bluetooth zijn aanwezig op deze gsm. Dus dat betekent gewoon dat je internet hebt in de palm van je hand. Take that, Steve Jobs. We hebben zelfs holy fucking shit een rekenmachine ingebouwd in deze gsm. Deze gsm is een genie op zich. Dit is gewoon Stephen Hawking of zo. Ik ga gewoon door middel van deze gsm een diploma halen, denk ik. In ieder geval, boys en girls, ik kan deze gsm winnen. Ik geef deze gloednieuwe gsm weg. Niet deze die ik al heb opengemaakt en met mijn vuile vingers aan heb gezeten. Nee, een gloednieuwe heel allemaal in de verpakking. Wat je moet doen is heel simpel. Like deze video en klik op de link in de beschrijving. En dan kom je op een wedstrijdpagina, op mijn Facebookpagina. Daar moet je enkele dingen invullen en dan maak je gewoon kans om deze gsm helemaal te winnen. Maak je geen zorgen over de verzending of zo. Alle informatie krijg je als je eenmaal de winnaar bent, maar je gaat hem waarschijnlijk op Gameforce moeten ophalen. Gameforce is de evenement waar ik jaarlijks naartoe ga, waar je heel veel games kunt spelen en zo. En dat is namelijk volgende week al. Dus wees snel met deze giveaway. Doe ontzettend snel mee, want binnen enkele dagen wordt de winnaar al gekozen en ja, dan krijg je op Gameforce de gsm in ontvangst. Waarschijnlijk door mij, want ik ga er ook zijn. Tada! Dus boys en girls, ik hoop dat ik een van jullie blij ga maken. En laat me weten of ik nog meer van deze wedstrijden moet doen, want ik wil jullie gewoon fucking veel geven. Als ik kom, dan gaf ik jullie een Ferrari, maar dat gaat nu niet, omdat ik een skere pol ben. Dus geef ik jullie een gsm van 430 euro. Dat is ook wel nice, denk ik. Ik kom met dat geld ook naar hoer of ze gaan. Denk er eens aan. Ik geef het aan jullie, jongen. Godverdomme. Tot de volgende. Ciao!